De Raad van State buigt zich de komende weken over het dossier Berendonck. Het is de bedoeling dat in het recreatiegebied in Wijchen een groot saunacomplex wordt gebouwd. De gemeenteraad van Wijchen gaf vorig jaar juni al groen licht voor de bouw. Maar de Gelderse Natuur- en Milieufederatie is het daar niet mee eens. De stichting vreest voor aantasting van de rust en de natuur in het gebied. Daarom stapt ze naar de rechter. De Raad van State gaat de komende weken kijken of de zorgen van de Natuur- en Milieufederatie gegrond zijn. Het was een heus waterballet maandag op Klein Marienburg tussen Lux en restaurant Shabu Shabu. De versmeerde filters van de grondwaterbron die gemeentelijke gebouwen in de nabije omgeving koelt, waren naarstig aan onderhoud toe. Het bedrijf Hatjema uit Dedemsvaart, dat de bron ook geboord heeft, spoelt deze onder hoge druk uit. Door de dichtgeslipte filters is er een flinke plas zwart water op straat komen te staan. De werkzaamheden gaan nog een aantal dagen door, maar naar verwachting zal de wateroverlast woensdag al een stuk minder zijn. Dan worden de filterbuizen verder schoongemaakt met een agressief middel. De gemeente Nijmegen zou naar verluid deze koelmethode over enkele jaren gaan heroverwegen. Kunstenaars hebben nog 3 dagen om bij de gemeente Nijmegen een voorstel in te dienen voor een kunstwerk dat de lift bij de oversteek moet opvleuren. Sinds 2016 heeft de lift een houten bekisting, nadat 2 jaar eerder het glas vernield werd. Deze tijdelijke oplossing wordt de komende 3 tot 5 jaar nog in stand gehouden. Het kunstwerk moet voor die periode het beeld van de locatie verbeteren en meer vandalisme voorkomen. 1 voorwaarde is dat het ontwerp geïnspireerd moet zijn door de brug en de directe omgeving. Op 26 mei wordt het winnende voorstel bekendgemaakt. De kunstenaar heeft dan tot en met 6 juli om het werk te realiseren. De gemeente Nijmegen is de provincie Gelderland rondom het Hilkman dossier 2,5 miljoen euro aan onterecht uitgekeerde subsidiegelden schuldig. Dat is een deel van de door de provincie Gelderland verleende subsidie voor de verwerving van het slachthuis door de gemeente Nijmegen. Bij de subsidieverlening werd de eis gesteld dat het bedrijf verplaatst moest worden met behoud van werkgelegenheid. Dat is er natuurlijk nooit van gekomen, want Hilkman sloot onverwacht haar deuren, waarmee 250 banen in 1 klap verdwenen. Om het leed te verzachten is onlangs afgesproken dat Nijmegen ter waarde van 1,4 miljoen euro nieuwe subsidie mag aanvragen ter bevordering van laaggeschoolde werkgelegenheid in de regio. Hiervoor moet de gemeente voor 1 juli een voorstel indienen.